Ik denk dat het ijs nog niet dicht genoeg is om te schaatsen. Het sneeuw kraakt onder mijn voeten. En het is gewoon -6. Het is -6 in Nederland in maart. Ik had nu nog lekker warm in mijn bedje kunnen liggen. Maar ja, dan had ik dit allemaal wel gemist. Kijk eens hoe mooi wit de wereld is. Dat vraagt natuurlijk om foto's. Het is al iets later in de ochtend. Het is nu rond 7 uur. De zon die breekt nu langzamerhand door. Ik ben bewust wat later weggegaan vandaag. Want... ja, de zonsopkomst was helder, weinig wolken in de lucht, dus dan heb je vaak niet zo'n hele mooie zonsopkomst. Tenminste, dan heeft het geen zin om een uur van tevoren al aanwezig te zijn op een locatie. Dus ik dacht van, nou ja, ik kan wel iets later weg, want als zo eigenlijk nu de zon gaat doorbreken, ja, dan ga je gewoon hier met het witte sneeuw, uiteraard sneeuw is wit, ga je ja, mooie foto's maken, denk ik. Oh, zo gaaf dit. Er zijn heel veel plekken waar natuurlijk nog niemand is geweest, want vannacht heeft het gesneeuwd. Dus ja, allemaal plekken waar geen voetstappen van mensen staan. Het is perfect om wat mooie plaatjes te schieten nu. Heerlijk die zon. Ik begin ook al lekker op te warmen. De oplettende kijker had waarschijnlijk al wel gezien dat ik vandaag geen statief bij me heb. En het zal geen verrassing zijn dat ik dan alle foto's uit de hand aan het schieten ben vandaag. Ik vond het wel weer eens leuk om dat te gaan proberen. Ik merk ja, als je uit de hand fotografeert dat je toch veel dynamischer bent. Je kunt veel makkelijker schakelen, snellere composities maken, sneller wisselen van instellingen. Als ik met een statief op pad ga, dan is het toch vaak, je gaat naar een plek die je van tevoren vaak uitgekozen hebt. Je zet je statief neer, je maakt een foto en ja, dat is het. Wat natuurlijk vaak hele mooie platen oplevert. Alleen deze manier van fotograferen, ja, de laatste tijd merk ik dat ik dit ook wel steeds leuker begin te vinden. En ja, als het zoals nu na zonsopkomst dat er genoeg licht is, moet het ook gewoon prima kunnen. Want ja, A heb ik natuurlijk een goede camera met goede stabilisatie. Maar B, ja, als er genoeg licht is, wordt je sluitertijd sneller. Dus kun je ook prima uit de hand fotograferen. Mijn sluitertijden zijn nu zo rond een 100ste. Ik schiet dan op ISO 400 f9. Ik speel een beetje met de instellingen. Dus ik heb ook wat foto's bijvoorbeeld op 2.8 gemaakt. Dus ik moet natuurlijk even kijken wat, ja, wat daarvan overblijft. Op 2.8 heb je natuurlijk een mooi die bokeh effect. Dus die wazige achtergrond. Dan kun je mooi focussen op een mooie details hier. Bijvoorbeeld een mooie boomstammen met sneeuw. Ja, verder is het natuurlijk belangrijk als je in de sneeuw fotografeert, heb ik natuurlijk wel veel vaker gezegd dat je even één stop moet overbelichten, zodat de sneeuw ook echt mooi wit wordt. Want anders gaat de camera het zelf, ja, die weet niet wat wit is, dus die maakt het dan grijs. Dus even één stop overbelichten is altijd heel belangrijk als je in de sneeuw fotografeert of witte dingen fotografeert. Ja, dus ik ga weer lekker verder vandaag en we zullen zien wat voor mooie foto's het gaat opleveren. Ik ga in elk geval alle foto's die ik plaats ook even de instellingen bijzetten, zodat jullie precies kunnen zien met welke instellingen ik ze gemaakt heb. En verder, ik schiet
volledig zonder filters ook vandaag. Dus echt volledig bam uit de hand. That's it. Je had misschien ook al gezien dat ik hier zo'n raar ding op mijn rugtas heb. Maar daarover later meer. Nu de zon zo lekker schijnt, smelt het sneeuw. Het valt een beetje van de takken af al. Maar voordat het helemaal weg is, hebben we nog wel even een paar uurtjes. Dus nog genoeg tijd om mooie foto's te maken. Ik blijf mooie plaatjes schieten. Het is gewoon heel erg mooi vandaag. Hier ook weer hele mooie dieptewerking van deze drie bomen hier. Zon daarachter, sneeuw op de bomen. Heel gaaf. Het wordt tijd om even te wisselen van lens, want ik schiet natuurlijk nu de hele tijd met mijn groothoeklens. Maar ik denk dat ik met mijn 70-200 ook wel mooie shots kan maken. Mooie detailshots, mooi ingezoomd. Dus ik ga even wisselen. En verder. Ik denk dat het ijs nog niet dicht genoeg is om te schaatsen. Ik merk dat mijn sluitertijden een stuk sneller aan het worden zijn. Dat komt natuurlijk omdat de zon steeds hoger staat en steeds meer licht komt. Dus ik kan nu op F11 met een 500ste van een seconde zelfs schieten uit de hand. En dat is natuurlijk perfect. Het nadeel is alleen omdat de zon natuurlijk zo fel schijnt, dat alle sneeuw als een gek begint te smelten nu. Dus we hebben niet heel veel tijd meer om foto's te maken. De zon is zo fel nu dat ik niet eens normaal in de camera kan kijken. Ik mis echt mijn zonnebril. Dus ik ga even zo een beetje draaien. Maar de sneeuw die is gewoon aan het verdampen nu op dit moment door de zon. Achter mij zie je gewoon een soort mist ontstaan. Ja, dit is nog wel even leuk. Ik hoop dat deze gelukt zijn, of in ieder geval één ervan. Ik heb hier namelijk van het zomer ook een foto gemaakt. Dus ik probeer nu eigenlijk exact dezelfde foto weer te nemen. En dan in winterse omstandigheden natuurlijk. Dus ik hoop dat die een beetje hetzelfde is als die ik van het zomer genomen heb. Dat is wel leuk, mooi naast elkaar, mooi contrast. Te leuk om dat niet te doen natuurlijk.
Mensen, het is mooi geweest voor vandaag. Ik ben inmiddels al meer dan 5 uur in dit gebied. Ik heb heel veel foto's gemaakt. En ja, ik denk dat het ook wel een beetje klaar is nu. Het sneeuw, je ziet het wel achter mij. Het drupt, het smelt. Er lopen heel veel mensen door het gebied heen. Dus echt een mooie plekken waar nog niemand is geweest. Dat heb je nu eigenlijk bijna niet meer. Dus het is tijd om af te ronden en zo lekker naar huis te gaan. Maar niet voordat ik jullie heb verteld hoe het kan dat mijn camera hier de hele tijd zo zweeft. Want ja, dat zal je ongetwijfeld gezien hebben. Dat komt namelijk omdat ik een nieuwe gadget heb, een nieuw speeltje heb. En dat heet de Capture. De Capture van Peak Design. En dan moet ik het even goed zeggen. De Capture V3, versie 3. Het is iets wat er al langere tijd bestaat. En waarschijnlijk een aantal van jullie kent het ook wel. Maar het is ideaal voor als je uit de hand fotografeert. Normaal fotografeer ik natuurlijk vanuit statief, dus dan heb je het eigenlijk niet echt nodig. Maar zoals vandaag lekker uit de hand aan het fotograferen, dan is dit een ideale oplossing. Omdat je af en toe gewoon wel even je camera kwijt wil. En dan niet elke keer ja, je rugtas af wilt doen, je camera erin wil stoppen. En als je dan weer wil gaan fotograferen, moet je je tas weer open doen, je camera weer pakken. Dat is heel gedoe. Nu heeft Peak Design daar een hele mooie oplossing voor bedacht. En dat heet de Capture. En ik zal hem even mijn camera eraf halen. Je ziet het al wel, aan mijn rugtas zit een, ja, een soort houder die je heel stevig aan je rugtas kunt maken. Je kunt hem ook aan je broekriem maken, maar ik heb ervoor gekozen om aan mijn tas te doen. En je kunt heel gemakkelijk de camera erin klikken. En ja, als je dan even je handen vrij wil hebben, kan je gewoon even je camera lekker laten rusten. Het loopt ook lekker comfortabel als je gewoon niet de hele tijd een zware camera in je handen hebt. Dus het is gewoon een hele mooie oplossing. Je kunt hem ook heel makkelijk weer eruit halen. En ja, gaan fotograferen. Je kan me voorstellen dat je denkt van, oeh, gaat hij dan niet los? Nee, want als je hem erin klikt, dan klikt hij als het ware vast. Dus hij kan er nu niet meer uit. Er zit namelijk een heel klein knopje hier aan de zijkant. En zodra je je camera pakt, dan ja, op een of andere manier pak je eigenlijk automatisch al die greep. Zodat je met je duim bij dat knopje zit. Dus dan kun je, terwijl je de camera vastpakt, dat knopje indrukken. En dan haal je hem heel makkelijk eruit. En als je hem weer erin klikt, zit hij weer vast en gaat hij echt niet los. Hij zit gewoon muurvast. Mocht je hem nou toch nog even iets meer zekerheid willen zitten, is er nog een mogelijkheid om het knopje om te draaien. Dan lok je hem als het ware. En dan kan hij echt niet meer los. Dan zit hij echt muurvast. En om dat te demonstreren zal ik even laten zien hoe vast hij zit. Ik ga even springen, jongens. Je ziet het. Hij zit gewoon vast. Hij gaat gewoon echt niet los. Maakt niet uit hoe gek je doet. Dus dat is natuurlijk perfect. Ik draai hem even weer los, zodat ik hem even weer af kan halen. Zo. Wat ideaal natuurlijk is, als je uit de hand aan het fotograferen is, dat je daar ook even voor de veiligheid even een camera cord bij aanschaft. Want ja, je wilt natuurlijk niet dat je camera op de grond valt. Dan is een camera cord natuurlijk onmisbaar. Ja, sorry, ik ga even een beetje reclame voor mezelf maken. Gekkigheid natuurlijk. Als je aan het fotograferen bent, ja, zelf vind ik het persoonlijk heel irritant dat er dan een draagriem aan zit die je heel de tijd alle kanten op ja, gaat, zeg maar. Dus dan is een polsriem, en dat hoeft natuurlijk niet één van camera cord te zijn, maar een polsriem is wel gewoon heel handig. Dus ik zal, als je veel uit de hand fotografeert, dan is deze combinatie naar mijn idee echt perfect. De Capture V3 van Peak Design en koop er dan even een polscord bij. En als je dan wel of niet een camera cord koopt, dat moet je natuurlijk lekker zelf weten. Ja, ik vind het ideaal. Dus ik ga het denk ik veel vaker gebruiken nu. Omdat ik wel van plan ben om wat vaker uit de hand te gaan fotograferen. Want zoals vandaag ook, ik vind het gewoon heel leuk. Ik maak heel veel foto's. Ik kan heel snel schakelen qua compositie. Noem maar op. Dus ik heb het natuurlijk allemaal al eerder gezegd. Maar ja, het is wel een leuke nieuwe manier van fotograferen voor mij. Goed, genoeg gepraat. Ik denk dat het echt nu tijd is om af te gaan ronden. Ik ga jullie bedanken weer voor het kijken. Ik voeg de mooiste foto's toe. Dat wordt even een flinke uitzoekwerk. Maar ik voeg de mooiste foto's even toe. Ik zal de instellingen er even bij zetten. En dan kunnen jullie zien wat ik ervan gebakken heb vandaag. Goed, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Oh ja. Mocht je nou zelf ook zo'n mooie Capture V3 willen van Peak Design. Of zo'n fantastische camera cord. Die onverwoestbaar zijn. Super sterk en in meer dan 150 kleuren. Kijk dan even in de beschrijving van deze video.